Thank you.
uiteindelijk dan toch de leegte van de Johan Cruijff Arena. Waar zo meteen het stadion gevuld worden door twee van de zwaargewichten van de Eredivisie. Die de toppermaand januari gaan aftrappen. Ajax, PSV, 1 tegen 2, 34 op 33. Inzet dus de koppositie in de Eredivisie in speelronde 15. Nog een lange weg te gaan naar de titel in mei. Maar dit is een wedstrijd. Dit is een maand die de koers richting dat kampioenschap in mei wel gaat bepalen. De voetballen. En PSV vliegt naar voren. Als dat een voorbode is. Voor een spetterende wedstrijd. Dat er toch weinig mensen zien aankomen dat zij met z'n tweeën uiteindelijk de centrale duo zouden gaan vormen. En hier is Zahavi vrijgespeeld. En de eerste kans van PSV. Levert ook gelijk een goal op. En dat is prachtige voetbal door de Eindhovenaar. Flitsend door het centrum. Snelle goal van Zahavi. Nog geen twee minuten onderweg en PSV leidt in de Johan Cruijff Arena. Zahavi blind tast een beetje mis. Malen zet dan zijn lichaam ertussen, althans probeert dat te doen. Draait weg en is een overtreding van Blind. Hij is goed. Interessante positie voor PSV. Sterk begin van de twee spitsen van de ploeg van Rogerschmidt. Zahavi en Malen. Het wordt Max in de lange hoek en Onana moet zich volledig strekken op die vrije schop. Van de linksback. Een kapbeweging terug naar Davy Klaassen richting de tweede paal. Daar staat Tadic terug en Labiant dacht hem in te kunnen gaan koppen. Maar maakt in plaats daarvan de overtreding. Op opzichte van Boskakli die op tijd terug was. Anthony en het blok weer van Sangaré en Promes dan wat half geraakt. Is van Anthony en daar loert de PSV op Zahavi, want daar komen ze in beweging met Doniel Malen. Terug naar Zahavi en die stelt het uit en schiet hem vervolgens met overtuiging binnen. En zo wordt het 0 tegen 2. Bal kwijt en snel, razendsnel vervolgens PSV in de omschakeling met Zahavi weer als eindstation. En Malen weer als aangever. Daar wordt op geloerd. En wat gaat het dan vervolgens rap? Zahavi, dit getuigt wel van klas hoor. Malen met Schuurs en Onana ver uit zijn goal. Ja, dat had hij uit een ooghoek wel gezien. Door niet allemaal, dan is er iets subliems nodig. Sangaré. Lange benen weet hij in bal zitten blijven. Duellerend met Promes. Met Klaassen. Blok van deze, blok van Taliafico. We gaan het er even stevig aan toe. Is het balbezit voor Ajax. Tadic, dit ziet er dreigend uit. En daar is de aansluitende treffer van de Quincy Promes. 40ste minuut. Gravenberg. Stevig over en weer. Uiteindelijk bepaalt Kuipers dan de grens. En dan de voorzet en bijna was de hat-trick van Eran Zahavi compleet. Dat is de Israëliër in het einde van de eerste helft nog niet gegeven. Buitengewoon interessante confrontatie deze eerste topper van januari tussen Ajax en PSV. Waar Kuipers inmiddels gefloten heeft voor de rust. Waar PSV nog één keer liet zien hoe gevaarlijk het kan zijn als er ruimte geboden wordt aan Eindhovenaren. Als ze snel kunnen omschakelen. Dat betekent dat deze wedstrijd nog heel veel spanning in zich heeft. En ongetwijfeld ook ongetwijfeld nog wat nieuwe gezichten dadelijk in de tweede helft. Ajax-PSV is halverwege 1 tegen 2. Ik heb niet zo'n
Waar ben je mee? Oh, dan was je liefde hier. Ajax balbezit heeft met Quincy Promes, Sahavi met de sliding. En dan gaat het uiteindelijk voor PSV net goed. En Rosario met hangen en wurgen uiteindelijk verdedigd voor het Eindhovenaar. En de vlag blijft omlaag. Is dit de 2-2? En blijft die vlag omlaag? Dat is dan de vraag. En dus buitenspel, dat hebben ze snel geconstateerd in Zeist. Aanname de mist in en is de aanname van Gakpo briljant. Want die is er nu vandoor en wordt er getorpedeerd door Klaassen. Dus de vrije schop voor PSV. Prachtige actie van Cody Gakpo. Dat is de tackle van Klaassen. Echt wel een stevige. Maar dan wordt het uiteindelijk Philip Max en die test Onana andermaal. Dat leidt tot een hoekschop. Max. Brengt hem voor Max en Onana met de redding voor de lijn. Nou, de kopbal van weer Zahavi, die is messcherp. En geeft aan Dumfries. Goede bal op het juiste moment van Jordan Thesen. Dumfries, 16 meter gebied in. En uiteindelijk een hoekschop. Dumfries dit geval verzorgde de rugdekking. Hier is Taliafico weer. Allaire in de drukte. Anthony, dit ziet er dreigend uit. En daar is de 2-2 van Ajax in de 65ste minuut. Anthony en uiteindelijk een vogel. Zahavi, oh, die struikelt en Onana grabbelt al wat. Dan loopt het voor de thuisploeg goed af. Nu is PSV eruit met de razendsnelle Madueke. Schuurt zijn achtervolging. Madueke snijdt hem af. Wat is dit? Dit is niks, oordeelt Kuipers. Mauro Junior krijgt hem nog mee. Mauro Junior nog altijd en dan is het hectisch voor de goal van Onana. En een hele grote kans er nog, die komt er nog, want hier is, nee, die komt er hier in ieder geval nog niet. Ingeven van een Vogo was net op tijd. En zo zullen ze bij Ajax tevreden zijn dat ze zich inderdaad hebben teruggeknokt van die 2-0 achterstand. En dat dat nog een punt oplevert, maar dat er misschien ook wel een klein beetje meer in zat. PSV het gevoel zal overheersen. Ja, na zo'n begin, als de lijn doorgetrokken had kunnen worden, Ajax een echte tik uitgedeeld. Had kunnen worden. Maar goed, dat zat er dus allemaal niet in. Boeiend was het wel. Ajax tegen PSV. Twee goals Zahavi. Boeiend, zoals gezegd, was het. Ajax-PSV eindigt in 2-2. Ja, bedankt voor de leiding. Ouais, bien sûr. Là, c'était une bonne année. C'est une bonne première année, tu sais, pour commencer.